Het echte werk kan beginnen, of niet? Ja, dat deed je aardig goed. We zijn begonnen, ja. Dat deed je aardig goed ingeschat, ja. Het pand wordt helemaal gestript. Hoe lang ben je ermee bezig? Ja, dat duurt nog wel een paar maanden. Dat zit wel in de planning, want links en rechts valt nog wel een beetje tegen. Dus dat komt wel goed. Had je dit van tevoren dan verwacht? Ja en nee. Ja, je hebt wel links en rechts echt wel dingen dat je denkt van, oké. Maar goed, we gaan helemaal strippen en we beginnen weer opnieuw. Dus komt wel goed. Ga je allemaal zelf doen? Ja, ik ga zelf natuurlijk al veel doen, maar een aantal zzp'ers erbij en met elkaar gaan we deze bouw realiseren, ja, dat klopt, ja. Maar ik ben weinig actueel aan het werk, heel veel aan het regelen en ik heb nog geen troffel in de handen gehad, zeg maar. Is ook nodig natuurlijk, iemand die de boel moet regelen. Ja, het mooiste vind ik gewoon met de bouw, maar het is een heel project en dat was bekend. Maar op zich ligt me aardig op schema binnen zo'n ding, dus dat is goed. Eerst gewoon deels afbreken en dan het opbouwen. Hoe gaat het een beetje eruit zien? Ja, dat is een verrassing. We hebben het al in beeld hoe het hem wil en het moet allemaal ook technisch ook passen. Maar tot nu toe ziet het er goed uit en we denken wel dat we onze plan kunnen realiseren hier. Dus we hebben een aantal zaken bezocht in bijna heel Nederland en een concept gevonden wat wij heel mooi vinden. En toevallig was dat dezelfde architect van twee zaken die dat getekend heeft en die is nu ook voor ons aan het tekenen. Of die heeft al getekend en dat gaan we hierin maken. Zo te horen, is dat uniek in Haaksbergen? Ja, iedereen is uniek, maar wij vinden het een leuke stijl. Het wordt gewoon heel wat anders als wat was. En je kunt op je inkijken met wat we aan het doen zijn. Gewoon vanaf nieuw beginnen en een nieuwe tint eraan. Wat is ongeveer de planning die jullie hebben wanneer het klaar moet zijn? Geen planning is ook een planning, hè? Ja, de planning is april voor Pasen. Maar ja, je bent echt afhankelijk van heel veel mensen en ik denk aan de bouwvakkers zal het niet liggen. Maar er zijn heel veel andere partijen die nog werk moeten leveren en we doen ons best. Dat is meer kan ik er niet van zeggen. Nou, we hebben de toiletten eruit gehaald en wat vroeger de dames- en herentoilet was, dat wordt nu alleen de herentoilet. En de damestoilet en invalide toilet die komt nu in de bestaande keuken, zeg maar. Wat de bestaande keuken was. En boven aan de achterkant bouwen we er een groot stuk bij aan voor de warme keuken. En waar vroeger de bar zat, hier aan deze kant, zeg maar, daar kijk je straks dus zo de warme keuken in. Dus het komt een redelijk stuk bij aan. Ooit was de intentie achter een terras te realiseren. Bij jullie ook het idee? Ja, maar dat is toekomstmuziek. We gaan er wel rekening mee houden in de bouw. Dat sowieso, maar we hebben in principe nog werk genoeg. En we willen eerst de voorkant en het winterterras allemaal realiseren. En als we dat aan het lopen hebben, dan kunnen we in de toekomst kijken naar de achter naar de tuin. Maar in principe hebben we nog wel genoeg hooi op de vork. Boven zit de bar er nog in. Wat ga je daarmee doen? De bar die blijft wel, maar die gaat aan de andere kant. Die worden gerestyled, zeg maar. De bovenverdieping gaan we gebruiken voor besloten lunches en besloten dinner. Kleine presentaties, bedrijfspresentaties, een vergaderruimte, zeg maar. Dat is in Haaksbergen een beetje wel vraag naar, zeg maar, om iets aparts voor jezelf te hebben. En omdat ook winterterrassen voor krijgen, hebben we eigenlijk de bovenverdieping niet nodig. Maar we weten zeker dat we hele leuke dingen mee kunnen doen. Je kunt de mensen afhuren? Ja, als je gewoon een zakenlunch hebt of maakt ook niet uit, ook besloten feestjes, zeg maar. In ieder geval dat de mensen niet meer genieten wat over tafel in gaat, daar willen we ons boom op richten. Ja. In principe is alles mogelijk. Er komt een digitaal schoolbord in, een biermenscherm. Dat wordt gewoon echt netjes ingericht, zeg maar, voor wat wij er meer voor ogen hebben. En zo links en rechts mensen gesproken die dat goed ontvangen. Dus ik denk dat de bovenverdieping wel een goed idee is, ja. Ja. De komende periode nog een hoop werk. Ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Alles komt goed, BV. Komt goed.